Haha, je trapte erin. Haha, prank kill. Had je niet verwacht, hè? Nou en hou je kop. Nu ben ik boos. Nu, nu ga ik helemaal in elkaar slaan en zo. Ik ben echt bach in sport. Maar, zeg Maar weet je hoe ik mijn YouTube video's maak? Nou, dat alleen dan nog slechter, hallo mensen van GamesB, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rollercoaster tycoon 3 en dan denk je sander is dit ooit de serie geweest ja ja het is echt heel lang geleden dat ik dit heb gedaan maar ik dacht oh ja wacht ik heb deze nog en uh, ja ik heb deze serie eigenlijk nog een soort van lopen en toen was het zo van ja weet je als ik uh, iets anders wil doen dan alle games die ik van plan was of nou ja die ik anders altijd doe hè, dan kan ik beter gewoon deze doen dus wat gaan we doen uh, deze. Ja, we gaan dit spel doen. Wow. Surprise. Motherfucker, Nee, grapje. Ik, ik mag je wel misschien. Soms. Uh, wat, wat gaan we doen? Um, ik, ik ben nu een kat aan het bouwen. Oh, dit was vroeger echt mijn favoriet. Ik heb ook totaal geen idee. Ik weet dat de vorige keer was het dus een crash. Um, ik, ik was bezig met billboards en zo. Dat ging fout. Toen zei ik zo heel mooi: zo van ja, volgende aflevering heb ik alles gefixt. Er kwam geen volgende aflevering zoals je misschien wel uh, ja een soort van door had en uh, ja wat gaan we nu doen we gaan nu gewoon iets bouwen ik weet namelijk helemaal niet meer wat er hiervoor uh, is gebouwd en uh, zeg maar voor de crash en dat boeit me ook helemaal niks dus 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 dat is hartstikke mooi en zo we gaan gewoon even lekker rollercoaster tycoon spelen en dan uh, ja dat zien we wel en ik ben best wel benieuwd wat hij nu doet als dit zou doen en dan nee ja nee Okay. Laat maar, laat maar, laat maar. Ik, ik, ik vogel het zelf wel weer uit. Echt hoor, die, die uh, computers van tegenwoordig proberen ook niks meer zelf. Het was een, een soort, ja, klein bash naar, naar oude mensen die altijd zeggen: Oh, die jeugd van tegenwoordig. Um, niks uh, tegen de jeugd van tegenwoordig. En dan heb ik het niet over. Uh, de jeugd zelf, maar over die band. Weet je wel. Er is zo'n band die heet De Jeugd van Tegenwoordig. Wow. Dit is echt uh, zieke shit. Oké, okay, ik maak het nu gewoon uh, eventjes een beetje apart. Zodat uh, hun ook denken zo van: Ja, oh wee, dit is wel een goede achtbaan. Want dat is heel apart. Aparte dingen, altijd geweldig. Daarom ben ik ook zo geweldig. Ah, goede grap, hè. Vond ik ook. Nee, het was helemaal geen goede grap. Het was een hele slechte grap. Maar, het is wel waar. Ik ben apart. En niemand. Ik weet niet of dat zo waar is. Maar, hé. Hey. Uh, wie weet. Ik heb dit spel ook echt al heel lang niet meer gespeeld. Maar ik ben wel blij dat ik het nu weer kan spelen en zo. Zonder dat ik me voor hoef te schamen. Sandy hoeft hier nooit voor te schamen. Nou en, hou je kop. Nu ben ik boos. Nu, nu ga ik je helemaal in elkaar slaan en zo. Ja, echt uh, casual shit en zo. We gaan hem testen. En we gaan hem op play doen. En dan doe ik zo. Hey, hey, we zitten in een nachtbaan, Maar deze achtbaan is niet spannend genoeg. Ik weet wel, we hebben namelijk meerdere achtbanen. Ik weet wel, oh we hebben ook al een kat. Hoe heet deze kat eigenlijk? Hoe heet deze kat? Oké, okay, die heet gewoon Curie. Oké, okay, ik gaf ze geen coole namen. Stamboom. Laat maar, ik gaf ze wel coole namen. Oh, ik heb hier ook al echt, oh ik heb hier al best veel meer dan dat ik dacht. Ik bedoel, ik wist dat ik acht afleveringen had, want dat had ik voor de dingen nog even gekeken. Trouwens, deze is volgens mij ook wel echt nice hoor. Station Utrecht. <laughs> uh, waarom niet Groningen? Ik bedoel, zelfs voor mij Groningen is logischer. Maar ja, toen zat ik nog niet op, uh, op MBO en shit. En toen was ik nog niet zo van, hé hey, trein, oh leuk man. Uh, ja, ik, ik wil gewoon een ritje maken en dan doen ze er zo lang over. Ja, ik, ik heb rollercoaster wel gemist moet ik zeggen. Ik weet nog wel, trouwens, dat was mijn hele idee. Wacht, 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 niet, niet doen, niet doen, um, niks doen, bedoel ik. Ik wil, bedoel ik, wil, ik wil meekijken straks. Maar volgens mij had ik deze opgeslagen of zo. Wacht even, welke is dit? W wat voor ding is dit? Is nu wel net aan het rijden, dus we gaan gewoon zo en dan rijden we gezellig mee en shit. En wow, cool man. Weet ik, weet ik, weet ik, weet ik. Ik ben ook cool. Oh, er begint ook een vuurwerkshow zie ik nu. Wow, dit is wel echt een uh, enge achtbaan. Moet ik zeggen. Ik bedoel, nou vind ik heel snel dingen eng en zo. Nou, valt op zich wel mee. Maar, uh, oh, dat was niet mijn bedoeling. Uh, nee, dit was ook niet mijn bedoeling. Nee, ik. <laughs> dit was niet mijn bedoeling, jongens. Nee, jongens, kom op. Ik, ik wil. Ja, deze wil ik. Denk ik. Is het deze? Ik, ik denk het. Nou, ja, maakt het niet uit, weet je. Waarschijnlijk hebben jullie die al gezien als jullie de hele serie volgen. Maar Sander, die was echt een half jaar geleden begonnen. I know. Ja. Yeah. Maar volgens mij had, was ik zelfs zo ver dat ik hier dan ook weer. En hier had ik dan, zeg maar, een station. En daar had ik een ander station van gemaakt. Maar ik wil weten wat voor dingen is. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk zien aan de kleurtjes en zo. Sander, jij domme sukkel. Uh, staat. Station Utrecht staat erbij. Wow. Dit is wel echt goede shit, moet ik zeggen. Uh, maar dat wisten jullie natuurlijk al. Want ik heb het gemaakt. Dus dan weet je. Het is goede shit. Oké. Okay, hij heeft nu al ineens een beetje lag. Zo van Sander. Je, je zet een achterbaan neer. Dus nee. Ja. Nu uh, ga je lag hebben en zo. Ik denk dat we hem best zo. Want kijk. Dan kan hij er mooi zo heel netjes omheen en zo. Wa waarom doet hij nu zo raar? Hij doet altijd raar, Sander. Oké, okay, nou weten we dat ook weer. Oh wacht, ik kan natuurlijk gewoon zo. En dan moet ik hem nu goed draaien als het ware. Dus, um, want er moet namelijk een station boven komen. Ik heb hem eventjes gebouwd zoals je kunt zien. Dit is wel echt kuppen denk ik nu. Want um, ik heb hem dus nu deze kant opgezet. Maar als je, zoals je hier kunt zien... Hier staan de hekkies van E. Hey, dus dan gebruik ik gewoon dit hele stuk niet. Nou, daar kunnen we nog wel wat op verzinnen. Hoop ik. Met nadruk op hoop ik. Jongens, uh, waarom staat. Oh, wacht, dit is natuurlijk niet station Utrecht. Dit, dit is station Utrecht. Hoe gaan we deze eigenlijk noemen? We noemen hem station Groningen. Omdat ik het daar net over had. Het ligt totaal niet bij elkaar in de buurt. Maar E. Hey, um, Groningen. Want Groningen is geweldig. We gaan hier ook nog iets leuks neerzetten. Maar nee, hier gaan we eventjes iets anders, weet je wel. Echt zo'n zo cool ding. Bobslee, ik hou van bobslee. Oh, bobslee. Oh. Ja, dat, uh, wat uh, moest dat voorstellen, Sander? Je wil niet weten. Of je wilt het wel weten, dan ben je gewoon een beetje apart. Want ik denk niet dat veel mensen dat willen weten. Maar, 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 maar. Ik zal niet judgen, want dat is gemeen zo. En ik, ik wil niet gemeen zijn. Ik ben heel aardig en zo. Ik ben een hele leuke, sportieve jongen. <laughs> ik ken sportief. Uh, nou, ja, nou, kun je sportief op twee manieren opvatten. En uh, dan kun je als in... Hé, hey, ik ben goed in sporten. Maar ook als in sportief, als in... Ah, je hebt gewonnen. Je hebt goed gespeeld, gast. Um, ik denk dat ik eerder zo iemand ben die zegt... Zo van Hé, hey, je hebt goed gespeeld. Ik ben eigenlijk alle twee niet. Maar, hé... Hey, ik bedoel, als ik dan moet kiezen. Ja, weet je, het is gewoon meer zo van, ik, ik ben echt pacher in sport. Zeg maar, weet je hoe, je, hoe ik mijn YouTube-video's maak? Nou, dat alleen dan nog slechter. Kan dat? Je wil niet weten. Nee, ik weet nog niet. Ik weet amper hoe je een bal moet vangen. Kun je nagaan, gooien. Ik denk dat de meesten het andersom hebben. Maar ik heb met alle twee moeite. Dus dat maakt toch eigenlijk ook niet zo heel veel uit. We gaan gewoon lekker naar beneden. Als een spiraalvormpje. Nou kun je een spiraal ook zien als um, iets anders. Als een voorbehoedsmiddel bij um, mannen. Nee, <laughs> grapje, het. Bij vrouwen. Haha, je trapte erin. Haha, prank, kill, gast. Had je niet verwacht, hè? Oh, oh, ik, ik ben gewoon geweldig. Ik ben helemaal geweldig. Oh, yeah. Ben jij ook niet geweldig? Doe dan een blauw duimpje omhoog, want dat heb ik nodig of zo. Duh, ik dacht dat je dat wel wist. Dat ik gewoon sneu ben en duimpjes omhoog nodig heb. Want, logica, denk ik. Ik, ik doe hier trouwens iets verkeerd. Nee, we moeten dit eventjes. Nee, hup, 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 Allemaal weg. Kijk, want wat wij hier gaan doen, is wij gaan hier blokremmen. Blokremmen, die zorgen dat je dus niet zo Hé, hey, bocht en dan Ah, nee, nu uh, zijn we dood en zo Dat gebeurt dan dus zeg maar niet Nou, dan kun je hier ook weer uitstappen Dat vind ik wel mooi ja, Of, we doen dat niet Nee, ik denk dat we hier beter nog uh, Boven kunnen blijven Ah, nee, dat is ook zo Nee, dat wil ik ook niet Kunnen we ook overheen, maar dat is totaal niet handig of onderdoor. Laat maar. Ik, ik heb het al gefixt, jongens. Jongens, doe niet zo moeilijk. Ik heb het al lang gefixt. Jullie helemaal moeilijk doen. Jezus man. Hè? Ik zit hier gewoon lekker. Spelletje spelen. En dan gaan jullie weer moeilijk lopen doen. Um, ja, nu doe ik dus wel blokrem. En dat betekent dat hij afremt. En dan is het misschien niet handig. Ik kan trouwens ook alvast op testen zetten. Dan zie ik of ze uh, het doen. Dus dan moet ik hem wel denk ik op play zetten. Ja, dat dacht ik al. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Oh, elke keer als ik dan een stukje aanpas, dan begint hij weer bij 1. Bij begin bedoel ik. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Als hij gewoon begint... Oh, nee, dit gaat fout. Dit gaat helemaal niet zo heel erg fout, moet ik zeggen. Ik dank... Ik... Ik dank... <laughs> Sander, what the fuck? J jij bedankt mensen gewoon voor... Huh, wat? Nu ineens gaat hij niet beginnen. Ik denk, hij gaat beginnen bij het begin. Doe ik al die moeite voor niks. <tie> Oké, okay, uh, ik denk trouwens wel dat het ook zonder kan hoor. Want uh, check hoe hij door die bocht heen ging. Hij ging echt door die bocht heen. Alsof het bochten waren waar hij doorheen ging. Dus uh, ja, misschien dat je het door... Uh, ik, ik wil graag, ja zo. En dan, nee, andere kant op. Ja, kijken of dit nou precies past. Past dit precies of past het precies niet? Het past precies. Wow! Oh. Um, nee, wacht. Ik doe het verkeerd. Ik doe het verkeerd. Kun, is er geen Ctrl-Z-knop? Want als ik Ctrl-Z. Ik ga dat niet doen, weet je? Ik heb de vorige keer ook al lopen kloten met billboards. Ging ook fout. Uh, Sander wanneer was die vorige keer. Uh, 2016. Dat sowieso. Ik bedoel, ik wil niet. Uh, ik probeer vaak grappig te doen en zo. Maar dit keer was het wel echt gewoon 2016. Ik bedoel niet zo van, Haha, kijk hoe oud, de, hoe lang dit geleden is. Haha, cool dat ik ben, dat ik dit spel niet heb gespeeld. Echt best wel, want het is eigenlijk echt wel een leuk spel. Maar vanochtend zat ik al gewoon. Ik neem het nu op een middag op. Maar ik zat vanochtend al zo van. Weet je waar ik zin in heb? Rollercoaster Tycoon 3. Dus toen dacht ik, hé, hey, weet je wat ik ga doen? Rollercoaster Tycoon 3. En ik had ondertussen ook gewoon kunnen bewegen trouwens. Uh, we gaan hem, uh, Bob. Um, Bob Marley, dat is toch zo'n bekende gast. Ik ben niet heel erg in de bekende muziekgasten. Alhoewel, sommige ook wel, weet je wel. Ik bedoel, ik ken goede dingen, maar nee, ik, ik ken de dingen die, waarvan iedereen altijd zegt: van... Oh ja, die moet je kennen. Die, die ken ik meestal niet. <laughs> dat is echt sneu eigenlijk, dat ik die niet ken. En waarom zijn er zo weinig mensen die hier naartoe komen? We moeten dit aantrekkelijker maken, jongens. Ik zit eventjes te denken. Weet je wat we gaan doen? We gaan eten neerzetten. Want iedereen houdt van eten. Dus als je eten neerzet, komt het altijd goed. Dat is uh, mijn nummer 1 tip. Uh, patat doet het altijd goed. Uh, je kunt deze ook dan weer synchroniseren of zo, toch? Ik hoop dat ik al een kraampje heb. Dit is mijn eerste. Oké, okay, nou dan. Uh, doen we gewoon al. wacht, Volgens mij kun je ook hier ergens zelf mogen kiezen. Ja, nou nah, nee, zout die, die moet wel veel zijn, hè? Want zonder zout. Oh. Ja, dan uh, weet je dat je leven kut is en zo. Nou, ijsjes doen het ook altijd wel goed. Vooral bij kinderen. Dus um, kijk, nu komt ook in de echt ineens iedereen. Dus het klopt ook nog ook wat ik zeg. Uh, als we nu dit zo doen. Ik weet niet of we er al één hebben. Dit is ook weer ijs 1. Wat, wat voor kraampjes hebben wij dan? Hebben wij überhaupt wel kraampjes? Uh, wij hebben hier. We hebben wel donuts en frisdranken. Wat is dit? Oh, dit zijn die Bisonburgers. Waarom staat die uit? Wat fuck? Staan deze allemaal uit? Nee. Oké, okay, gelukkig. Ik ben ook echt een sukkel, hè, dat dat soort dingen uitstaan. ah, um, oh, ballon. Ik vond het altijd leuk, hè, om die ballonnen te knappen. Dat vind ik best wel knap. Ha. <laughs> Ho, 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 Sandy. Ik ben echt zo slecht grapjes maken. I know. Uh, daarom zeg ik het ook zelf, weet je wel. En hoeven jullie het niet meer te doen. Dat scheelt. Klusjesman. Laten wij nog wat klusjesmannen aannemen. Gewoon heel veel. Totdat mensen doodgaan en zo. Uh, ook wel eens een paar machinisten. Uh, het, uh, ja. Ik, ik wou net zeggen, een paar machinisten, dat klopt niet. Ik, ja, vol, volgens mij klopt dat wel, wat lul ik. Nee, het klopt wel, ik, ik ben gewoon geweldig. Waar is deze entertainer? Die is zo'n beer. Ja, maar ik wil niet alleen maar beertjes hebben. Ik wil een tijger. Ja, want tijgers zijn cool, G. Net als ik. Ik ben ook cool. Mm. Oh, dat kwam zo sarcastisch uit. Nou was het ook sarcastisch bedoeld, maar hé. Hey. Um, wat is dit? Oh, dus, er zijn alle verkoop... Kun je die ook veranderen? Dat wist ik dus nooit, hè. Dat heb ik nog nooit geweten. Nee, even serieus. Dat is. Ik... Haha wauw, dat, dat is wel grappig dat ik dat niet wist. Nou, ik weet niet wat grappiger is. Het feit dat ik het niet wist. Of. Oh shit. Shit, 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 shit. Uh, ik weet niet wat hier is gebeurd, maar het ziet er niet goed uit. En meestal als dingen niet goed uitzien. Nee. Uh, uh, ga eens slapen. Ik wou net zeggen. Ben, doe ik helemaal mijn best om, om dingen te fixen en zo? En uh, ook vuurwerkshow. Um, nou ja, we hebben op zich wel wat leuke dingetjes. Nou ja, weet je, we willen hier natuurlijk nog wel één keer in. Ook echt. Is het wel het begin? Is het het begin? Het is een redelijke begin. We gaan er gewoon in. Kom op, go. Uh, ja, nu is het al lang niet meer het begin. Maar hè, fuck it. <laughs> YOLO, waterpolo. Uh, ja. Dat zeg ik ook al heel vaak niet meer, moet ik trouwens zeggen. Maar oh shit, ik, ik denk heel vaak dat het fout gaat. Maar weet je, leuk feitje: het gaat helemaal niet fout. Ik moet, ik moet niet zo, zo, ah, het gaat fout. Dat moet ik niet denken. En uh, we moeten hier eventjes van maken: aantal circuits, drie. Want dat vinden mensen leuk. En iedere bezitting, ja, nee, dat klopt ook wel eigenlijk: iedere bezitting. Um, nou, uh, meer rino's. Waarom escape al die rino's jongens? Heb ik dat gevraagd? Oh ja, dat is trouwens wel heel vervelend. Eigenlijk alles is Nederland. Behalve de rino's. Of de, de wild. Mensen, ik, ik denk dat ze daar gewoon doorheen. Oh, die fence is gebroken. Aha, I get it. Uh, laten we hem dan maar eventjes repareren. Dat is meestal wel handig. Weet je wat, we gaan gewoon iedereen eventjes hier neerschieten. Nu wordt het toch langer dan dat ik eigenlijk had verwacht. Dus uh, ja, nou leuk dat. Er zitten ook allemaal rare beesten bij elkaar. Zo van Sander, dat moet niet. Je moet gewoon. Eén um, van de verschillende soorten bij elkaar doen, volgens mij. Um, anders dan gaat het ook fout. Maar hè, boeit me niet. We moeten eventjes zo'n hek. Ja, kunnen we die ook opnieuw? Zeg maar, kun, kun je die ook verwijderen? Nee, maar je kunt er wel dingen bij doen. Dus dan doen we dat gewoon. Uh, ja, kijk. En nu is het gefixt, soort van. Eigenlijk niet helemaal. Maar. hè, Dat boeit me niet. <laughs> Waarom moeilijk doen? Oké, okay, hier ziet het er allemaal nogal goed uit. Hier niet. Oh, wacht. Hier is. Waar je het mee kunt. Oké, okay, dus deze moeten weg. Wacht, wat de fuck? Er loopt ineens zo'n gast. Hier. In dit verblijf. Wat the fuck? Gas, dat is niet slim. <laughs> ik weet niet veel over het leven en zo. En ik ben zelf ook niet echt de slimste mens. Maar uh, dat is op tv show trouwens. Dat is best wel leuk. Ik weet nog. Ik heb dat dus ooit een keer gekeken. Zo van. Hé, hey, dat is leuk en zo. En. Uh, ja. Of nou ja, eigenlijk keek ik het omdat. Uh, Dingen erbij zat. Gover. Van. Uh, ja, dit is first en zo. Chille gast. En uh, ja, dat vond ik grappig. Die, die gasten zijn geweldig, trouwens. Maar ik ga het nu niet over nieuwe onderwerpen hebben. Want dat ga ik doen in de volgende aflevering. Want het uh, is het einde. Dus vond je dit een leuk video? Doe dan omhoog. Moos niet. Vertel even waarom. Dan zie ik jullie de volgende keer. Later.